Van John Williams stappen we over naar een nog beroemdere componist van filmmuziek. Jawel, ze bestaan. Want als ik u zeg Once Upon a Time in the West, dan hoef ik bijna de naam van de componist niet meer te noemen. Ennio Morricone hebben we het over. 40 jaar lang schreef hij voor de filmmuziek, want die Once Upon a Time in the West, dat was zo halverwege de jaren 60. En op dit moment is Ennio Morricone nog steeds actief, nog steeds schrijft hij filmmuziek, nog steeds schrijft hij muziek voor de series. Bijvoorbeeld de hit The Sopranos, ook van zijn hand was daarvoor de muziek. Wij spelen van hem Gabriel's Hobo uit de film The Mission. Over een jezuïetenpriester, vader Gabriel, die rond 1750 in het zuiden van Amerika de Indianen wilde bekeren. Dat deed hij samen met een Spaanse huursoldaat, die hielp hem. Maar de Portugezen die waren niet zo gecharmeerd van deze vader Gabriel. Tevergeefs, de missie mislukte. Zowel de Indianen als vader Gabriel als de Spaanse huursoldaat vonden de dood. Graag uw aandacht voor Gabriel's Hobo uit de film The Mission. Thank you.
de rock waarvoor Danny Smith, Zimmer en Gregson Williams de muziek componeerden, is een heel erg gecompliceerde film. Ik heb hem voor dit concert nog een keer bekeken en ik kan hem nog steeds niet helemaal navertellen. Want de film speelt zich vooral af op Alcatraz. U weet wel, die beroemde gevangenis in de baai van San Francisco. Dat is The Rock. Hoofdrolspelers zijn Sean Connery en Nicolas Cage, die in een strijd voor erkenning van 83 gesneuvelden van een geheim onderdeel van de Amerikaanse marine 15 raketten stelen met zenuwgas en die verstoppen op Alcatraz. De enige manier van de speciale Navy SEALs om die raketten weer in handen te krijgen, want die twee kornuiten die dreigen San Francisco te bombarderen, is door de enige man te vinden die ooit uit Alcatraz is ontsnapt. Die vinden ze tenslotte, die kent de tunnels en wat zich vervolgens afspeelt, dat is in nevelen gehuld. De ene intrige na de andere, spionage, contra spionage, maar uiteindelijk slaagt dan toch die missie om San Francisco te redden. Er worden geen raketten afgevuurd. En met die ex-gevangenen ja, loopt het ook niet zo heel goed af. Dames en heren, graag uw aandacht voor The Rock. Thank you.
De zaal is redelijk gevuld, dus het zou zomaar eens kunnen dat een van u op tweede paasdag 1984 op of bij vliegveld Midden-Zeeland was. Is er iemand? Kijk, ja, hier achter me, ja. In de zaal, ja, ik zie het niet, maar u geeft maar een gil als u er was. Want dan stond u te wachten op drie heren van die A-team. B.A. Baracus, Murdoch en Face, die brachten een bezoek aan Nederland in die dagen. En ze deden 7 plaatsen aan, waaronder dus ook vliegveld Midden-Zeeland. Het was aanvankelijk de bedoeling dat ze in Renesse zouden zijn, maar daar kon de helikopter niet landen. Nou was er toch een probleem op die dag. Dus op zich is de anekdote nog wel leuk, misschien kent u hem niet. Ik vertel hem even in het kort. Er stonden zo'n 15.000 mensen bij het vliegveld. De helikopter landde. De voorste rijen die stormden naar die helikopter toe. Nou, ze wilden al gelijk weer opstijgen. Overigens gebeurde dat niet alleen in Midden-Zeeland, want iedereen was gek van die heren van die E-team. Uiteindelijk durfden ze toch uit te stappen. Want in de tv-serie en in de film zijn het wel 4 heldhaftige mannetjes. Maar in het echt viel dat dus wel mee. Nou, ze liepen tot een auto. Ze gingen er een beetje op staan. De voorste 100 mensen die konden ongeveer hun 3 helden zien. Maar daarna drong de massa toch weer te veel naar voren en vluchtte ze de helikopter in. De rijtoer in de auto die ging niet door. De volksdansgroep bij de Piet die stond daar van niets en bleef daar van niets staan. Het enige wat restte, dat zeggen we dan altijd, gelukkig hebben we de foto's nog. En ja, de meest beroemde foto van die dag was toch wel B.A. Baracus, die grote zwarte man, Mr. T, heette die in het echt, althans, dat doet de overlevering, maar wie heette nou Mr. T in het echt, zeg ik daar dan gelijk bij, die liep daar met een pop in Zeeuwse klederdracht. Ja, dat bedoel ik, fantastisch. Overigens die vierde, dat was George Peppard, dat was de hoofdpersoon van die Amerikaanse huurlingen, die als een soort van moderne Robin Hood door Amerika reisde. Die George Peppard die was er niet bij. De officiële lezing was dat hij voor filmopnames ergens anders naartoe moest. Maar die George Peppard was nogal jaloers op die B.A. Baracus. Want dat was tenslotte voor iedereen de hoofdpersoon. Daar was iedereen helemaal gek van die Mr. T. En die George Peppard die dacht aanvankelijk dat hij alleen naar Nederland mocht. Omdat hij een dag eerder dan de rest de uitnodiging had gekregen. Maar toen hij daarachter kwam dat ook zijn 3 konuiten mochten, bleef hij van kwaadheid toch maar lekker thuis in Amerika. Dames en heren, wij spelen de herkenningsmelodie van die E-team. Thank you.
Ik zie ze nog voor me, dames en heren. Ook ik was een vaste kijker in die tijd. Duizenden, iedere keer ontelbare explosies, vuurgevechten. En er viel in die hele serie wel geteld één zichtbare dode. Het viel dus allemaal wel mee. Iets heel anders nu. Scott Bradley was lange tijd dé componist voor animatiefilms. En ik hoef het maar te hebben over Tom en Jerry. En u kent wel die kleine muis en die verrekte kat die iedere keer maar achter die muis aan het jagen is, maar hem nooit te pakken krijgt en ook hem nooit te pakken zal krijgen, al worden er nog honderden Tom en Jerry films gemaakt. Scott Bradley was de componist van de muziek en het nummer Cartoon Music dat wij zo voor u gaan spelen is op hem gebaseerd. Die Bradley, die had een grote muzikale kennis en die gebruikte ook allerlei klassieke melodieën in zijn animatiefilms. Bijvoorbeeld in dit nummer Pastorale Symfonie van Beethoven. En u hoort ook Brahms' Spiegellied voorbij komen. En dan heeft u niet veel fantasie nodig om daar die wat vatsige kat te zien slapen. En die muis die langzaam komt aantrippelen, want die heeft natuurlijk weer een of andere gemene streek in gedachten om die kat op stam te jagen. Keer op keer lukt dat. Het nummer werd gecomponeerd voor de slagwerkvirtuoos Evelyn Glennie. En dat is ook wel te horen, want slagwerk zit er genoeg in dit nummer. Van de hele grote pauken, de hele grote trom, tot het allerkleinste bengetje. Peter Graham maakte het arrangement voor Brass Band. De Black Dyke Band was de eerste die dit speelde. En wij gaan het vanavond voor u spelen. Cartoon Music. Thank you.